golf, nee, wine en... Agar wine en... Japanese golf. Golf. Ja, Japanese golf. Ja, dat is met grotere ballen. Ja. Goed geregeld. Alleen het regent een beetje, Ineke. Ja, gaan we gauw naar binnen. Ja, hè? Heb je de dop op de watertent gedaan? Ja. Oké. Okay. Waar zijn we? Odense. Onze. Onze. Op zijn Deens. Op zijn Deens. Onze. Ja, en we gaan lunchen met smurbrek. Alles is er. Alles is er. Wassen, douchen, plassen, pannenkoeken eten, ijsjes eten, koken, afwassen. Oh, dan ben ik een film. Ik wilde een foto maken. Dan ga ik dat alsnog even doen. Maar we gaan verder fietsen. Ja, want ik heb zin in koffie. Ja, misschien komen we nog een tentje tegen. Ik heb niks meer gezien. Nee, ik kan me ook niet herinneren. Als we nog iets... Dan moeten we terug. Nee, we gaan verder. Twee camping... Waar zijn we nu? Waar zijn we nu, Ineke? Golf, nee, wine en... Agar wine en... Japanese golf. Golf. Ja, Japanese golf. Ja, dat is met grotere ballen. Ja, met grote cojones. Ja, kan je ook zeggen. Wel groot, hè? Ja, het is een heel groot terrein. Zo, we hebben een aardig rondje gelopen. En we zijn er nog niet. We zijn er nog niet, maar het begint hier te onweren. Ja, we moeten een beetje doorlopen. Ja, dat ziet eruit dat het... Hier allemaal wijnranken. Ja, hier zijn allemaal wijnranken. Straks een wijnproeverijtje waarschijnlijk. Om 4:30. En dan laten we wel weten hoe de Deense wijnen zijn. Ja. Ik ben erg benieuwd, want ik heb nog nooit een Deense wijn gedronken. Maar ja, eens moet de eerste keer zijn, hè? Dat is het. Goedemorgen, Alon. Goedemorgen, Ineke. En we zijn weer vertrokken. Ja. Hebben we ook van een pintrip camperplaats? Ja. Hebben we 2 dagjes gestaan. Volgens de app of de pintrip, mag. Ja, officieel. Maar we mochten nog een dagje blijven. Ja. Nou, dat hebben we gedaan. Hele mooie plek. Agar Vin en Golfpark in Haarby. Je ziet het weer is niet juf van het. Nee, het is al een paar dagen, nu tweede dag, derde, een beetje aan het regenen. Vanmiddag was het wat beter, maar ja. Nou, nu gaan we eerst langs een Sani-plek. Dus even de toilet legen, gelijk water legen. En dan gaan we naar de volgende pintrip. Pintrip campingplaats. Ja, we zijn op het loosplek. Ineke gaat even de dingen van de grijs water, de put. Pas op, hou hem goed vast, dan zijn we hem kwijt. Ja. Dat is de loosplek voor grijs water. Overheen rijden. Hier kan je water tappen, vers water. En hier kan je de poepdoos legen en schoonspoelen. Slangetjes zitten eraan, kan allemaal goed doen. Dus goed geregeld. Alleen het regent een beetje, Ineke. Ja, gaan we gauw naar binnen. Ja, hè? Heb je de dop op de watertank gedaan? Ja, okay. Heb ik. Oké, we gaan de camper weer in. Het is nat buiten. Een hele goede morgen. Inderdaad, goedemorgen. Een zeer goedemorgen. Ja, we hebben heerlijk geslapen. Zeker. Ik weet niet meer zo gauw de naam van waar we gestaan hebben, maar het is ook eentje weer uit Pintrip. Ja, bij Jutte en Bjarne. 800 meter, ga rechtdoor over de rotonde. In de tuin, oude tuin, een hele grote tuin. Zo, hier giga man. Ja. Er konden wel 30 campers staan, denk ik. Nou, wel meer. Alleen was met dit weer niet erg verstandig om in de tuin te gaan staan. Nee, het waait behoorlijk. Maar het was een grote tuin. Dat is, ik heb er een verslag over gemaakt, reisverslag, op onze website. En nu gaan we naar? Oense. Ofwel op zijn Nederlands, Odense. Ja, maar we zijn in Denemarken, dus ja, Oense. Oké, okay. Daar gaan we naartoe. Ja. Over de rotonde, tweede afslag. En daar gaan we even een bezoekje aanbrengen. Een beetje rondlopen door het centrum. Ik moet even opletten. Oh, rechtdoor. Ja. En dan gaan we naar een camping in Vaborg. Want we moeten wassen. Gewassen worden, ja. En gedoucht. Nou kan het ook in de camper. Ik wou zeggen, dus kan ook in de camper. Maar de was is wel verderop links aan. Belangrijk. Nou, ja. We zullen het zien. Ja. Dag Ineke. Hey, hallo. Hi. Hi. Alles goed? Ja, alles goed. Waar zijn we? Odense. Onze. Onze.
op zijn Deens. Op zijn Deens, Owens. Ja, en we gaan lunchen met smurrebrood. Met smurrebrood. Smurrebrood. Ja, dus. Ben benieuwd. Maar jij met roastbeef en ik ook met roastbeef, maar dan met spiegelei. Ja, dat... En dan nemen we een glaasje rode wijn bij. Ja, eentje, want we moeten nog rijden natuurlijk. Het is lekker weer. Het is lekker weer. Het waait een beetje, maar dat is, mag de pret niet drukken. Nou, we hebben inmiddels ons eten. Ons smurrebrood. Ja, jij hebt lekker. Met roastbeef en gebakken ui. En augurk zit erop. Augurk en remoulade. Ja. Is het lekker? Ja, heerlijk. Ik heb bijna hetzelfde, maar... Een spiegeleitje erop. Ik heb een spiegeleitje erop en uien. Ik heb niet de remoulade. Een glaasje rode wijn erbij. Een Cabernet Sauvignon uit Spanje. En eet smakelijk. Ja, onderweg naar het huis van Hans Christian Andersen. Ja. Die kant op. Gaat waaien. Ja, gaat waaien weer, ja. Maar goed, we zijn in Ozen nog, lunch gehad. En we gaan nu naar, zoals gezegd, het Hans Christian Andersen huis. We zijn bij het Hans Christian Andersen huis. Volgens mij is dat helemaal ingepakt. Maar we kunnen er pas om 2 uur in. Toch weer met een hele moderne tram. Harup Center, Olaf Baggersplatz. Het is hier best wel stil eigenlijk. Je kan hier eigen keramiek laten maken. Dit eigen keramiek. En daar zit Ineke. Hoe is het nou, Ineke? Goed. Ja? Ja. Heb je nog naar je zin? Ja. Vind je het leuk hier in Oosten? Ja, mooi. Niet te druk, gezellige stad. Ja. Is wel een stad, denk ik. Parkeren ging trouwens ook appeltje eitje. Ik heb die app, hè? Easy Park. Kun je ook met Q-Park parkeren. Ja. En we konden het heel simpel verlengen. Ja, het was wel een handige app eigenlijk. Dus dat is ook wel handig. Geen kaartjes te kopen of op tijd terug te zijn. Met een automaat plooien. Kon gewoon met de app. Dus, ja, tot 3 uur. Tot 3 uur, maar goed, dan kun je nog een half uurtje verlengen. Dan. Ja, kan. En dan gaan we naar Fabor. Ja, de camping. De camping. De camping. Oh, we hebben toch leuke mensen ontmoet nog. Nederlands stel. Ja. En die hebben geloofd vanavond te kijken. Dus als ze nu kijken, want deze film is dan niet vanavond. Maar dan even een duimpje, even een commentaartje. Dan kunnen we het toch sowieso even tussendoor doen. Duimpje, ja. Abonneren. Ja. Reacties vinden we heel leuk. En we antwoorden op elke reactie. Ja. Lopen even over de camping. Even kijken waar alles is. Even kijken wat hier gras, is. Ondergrond. Er is een camperloos plaats. Groot toiletgebouw. Aan deze kant voor de mannen zie ik. Wasmachine. Leuke camping. Best wel groot. We zouden 2 nachtjes blijven, maar dat worden dus zeer waarschijnlijk toch al 3. Dus even kijken waar Ineke is. Even pas op de plaats. Dan gaan we dinsdag naar Jurland. Oh, dan zijn we hier weer aan de voorkant. Ineke is waarschijnlijk bij de meisjes naar binnen. Hier ook huisjes. Daar is de receptie. Hier is de afwas. Nog meer. Oh, je kan hier ook gezellig eten. Afwassen. En daar is het pannenkoekenhuis. En we zijn weer op ons plekje, want we hebben... Ja, het was niet zo heel groot, maar... Nee, er zijn alles is er. Alles is er. Wassen. Douchen, plassen, pannenkoeken eten, ijsjes eten, koken, afwassen. Magnetron. Magnetron. Eetzaal. Ja. Wat wil je nog meer?
broodjeservice. Ook ja, morgenochtend hebben we lekker brood. Dag Ineke. Hey, hallo. Wat ga je doen? Fietsen. Fietsen. Fietsen is gezond. Ja, we gaan fietsen. We gaan naar Vaarburg, Borg. Gaan we even kijken en dan moeten we nog even boodschappen doen. Ja. We zijn van plekje verfrisseld. Ja. We stonden eerst daar, waar nu de caravan staat. Want we moesten nog een tweede wasje draaien, dus we zijn nog een dagje extra gebleven. Wat we gepland hadden, niet. Ja, we zeiden het gisteren al. Nu even fietsen. Ja. Naar Voorburg. Voorburg. Ja, op zijn Nederlands Vaarburg. Op zijn Nederlands Vaarburg. Helmpje op. Helmpje op. En tot straks. Tot straks. Zo, we zijn in Vaarburg. Borg. Voorbo. Achter ons is de haven. Dan gaan we zo even wat drinken, denk ik. Maar we gaan nu even het straatje in. Het is één richtingsverkeer, dus er kan auto's aankomen. Ja, ik hou niet van bier. Ik vind de rosé een beetje te donker hier en dat vind ik niet zo lekker. Nee. Ik hou van die hele lichte rosé. Ja, de rosé gris. Dus een witte wijn vind ik ook lekker. Ja. Ik snap niet waarom ik er een glaasje water bij krijg. Nee. Maar het is mooi weer. Ja. 25 graden zegt hij. Zo. Het waait wel een beetje. Maar het is gezellig hier. Daar is het toeristenbureau, denk ik. Toeristenbureau. Ja. Bureau van toerisme. Maar goed, we drinken even ons drankje op. Dan lopen gaan we even bij de haven kijken. Gaan we even bij de haven kijken. Dan gaan we even boodschappen doen. Gaan we op zoek naar een Lidl of een Aldi of een Lidl. Ben je daar weer, Onno? Daar ben ik weer. Nou, we hebben lekker wijntje gedronken bij Café Sunshine. Nou, spreek voor jezelf. Laat het jij een biertje. En het café was gewoon een café. Laat de Sunshine er maar af. Ja, want ze was niet erg vrolijk. Nee, misschien had ze met de verkeerde been uit bed gestapt. Maar we hebben even gezellig gezeten, mensjes gekeken. En nu gaan we even richting de haven. Zullen we even een rondje draaien? Ja, even rondzwaaien doen, zegt de DW altijd. Een rondzwaai doen. De DW rondzwaai. En dan komen we weer uit bij... Moi. En dan gaan we naar de haven. Ja. Volgt u mij? En we lopen die kant op. Volgt u? Ja, we zullen u volgen. 25 graden vandaag, hè? Ja, volgens mij hebben ze in Nederland, nou ja, als deze vlog uitkomt... Niet meer. Nee, maar volgens mij staat vandaag weer heel erg warm. En hier is het lekker. Kijk, nog een Intersport. Of het is nog steeds hetzelfde. Ja, dat is de outlet en dat is de winkel. Goedemorgen allemaal weer. Nou, het is... Ja, nog net. Oh, nog net, hè? Het is nog net ochtend. Ja. Dus goedemorgen. Ja, we zijn net van de camping vertrokken waar we 3 nachtjes hebben geslapen. Ja. De was hebben gedaan. Bezoekje aan Vaarburg. Oh, ja. 100 meter, ga links op de rotonde. En nu gaan we weer terug naar een plekje waar we hiervoor vandaan kwamen. Ja, die akker en... Ja, maar daar waren we niet hiervoor. Oh, nee. Dat was daarvoor alweer. Ja, daarvoor alweer. Ja, daar is weer zo'n plek uit Pintrip.
Ja. Ga links op de rotonde. We hebben de wijnproeverij gehad en wat wijn gekocht. En dan gaan we nu weer even naar terug, want daar is ook een leuke fietsroute. Dus dat gaan we doen. Van de eigenaren van de familie Akker dus, moesten we het eiland bezoeken. Dat gaan we doen. Ja, dat is een hele leuke fietsroute. Ja. Nou, Ineke, wat gaan we doen? Fietsen. Waar gaan we naartoe? Ja, dat weet ik niet meer. Dat heb je gezegd. Ik weet niet hoe het heet. Schiereiland Helnes. Oké, drie kwartier fietsen? Ja, ja, naar het zuidelijkste puntje. Ja, we hebben broodjes meegenomen, drinken. Dus, waar is het drinken? Heb jij dat in de tas? Heb ik in mijn tas. Oké. Ja, dan kunnen we gaan. Ja. Yep. We zijn bij Agger, Win en Golfpark. Ja. Mooi weer geworden, ja, toch? Het is nog mooi weer geworden. Het zag er niet zo uit vanochtend. Laten we maar gauw gaan. Zo, zijn we bij de zee. Ja, bij de haven van Helnes. Oh, er zit een mooie meeuw daar ook. Die wil ik hebben. En we zijn lekker op de fiets. Maar we zijn er nog lang niet. We hebben nog wel even een fietstochtje te gaan. Ja, we zijn er nog niet. We zijn net op het eiland. Oké. Dachten we hier wat kunnen gaan drinken? Ja, maar is Lukket. Het is Lukket, dus dat betekent dicht. Ja, gesloten. Je hebt een paar mooie foto's gemaakt? Ja, volgens mij wel. Ja. Ja, het is een heel mooi stuk Denemarken hier. Zo, echt heel erg mooi. Ja. We gaan het niet te veel promoten, want die zei de Deense meneer dat er niet zo heel veel toeristen zijn. Dus we gaan niet zeggen dat je hier naartoe moet komen omdat het heel, heel, heel erg mooi is. Ja. Dat gaan we niet zeggen. Maar we gaan verder fietsen. Ja, want ik heb zin in koffie. Ja, misschien komen we nog een tentje tegen. Ik heb niks meer gezien. Nee, ik kan me ook niet moeten herinneren. Als we nog iets, dan moeten we terug. Nee, we gaan verder. Twee camping. Nee, we gaan verder, we zien wel. Ja. En anders bij de camper. Anders bij de camper. I know I'll be okay, 'cause I found my way.